zeg maar, hallo. Hoi allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En uiteraard is het weer een freak video. Nou ja, eet video, om het even netjes te zeggen. En vandaag ga ik voor jullie de high protein breakers voor jullie testen. Want ja, eiwit, 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 eiwit. En ik heb de smaken vanille yoghurt, bosbes banaan en framboos en granaatappel. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze smaken. Ik heb ze nog nooit geprobeerd. Laten we maar beginnen met de vanille. Want ik ben niet zo heel erg fan van vanille yoghurt. En ja, er zit 0,9% vet in. Rijk aan eiwit, dus ik ben heel benieuwd hoeveel eiwit er dan in zit. Per 100 gram zit er 6 gram eiwit in, dus per zakje is het 12 gram eiwit. En de suikerwaarde hier van deze is wel redelijk hoog voor mensen met een gastric bypass, want per 100 gram is dat 12 gram. Dus één zo'n zakje is 24 gram en dat is best wel tricky. Dus ik zou met de vanille in ieder geval heel erg oppassen en ja, of heel langzaam eten. Of niet. Maar goed, ik ben heel benieuwd naar de smaak, dus we gaan even proeven. En het is voornamelijk yoghurt van 1% vet, suiker, melk, eiwit, vanille extract, aroma. Wat is die aroma dan? Oké. Bevat koelmelk, eiwit en lactose. Dus als je ja, een beetje last hebt van melkproducten, weet ik het wat, kan het zijn dat je hier dumpings van krijgt of ja, iets in die richting. Over het algemeen gaat yoghurt bij mij wel goed. Ik kan normaal geen normale melkproducten, behalve chocomelk, niet meer drinken. Is heel raar. Ik doe het even op een lepel, want anders zijn ze in één keer helemaal dorven. Ik word een beetje beter om te knijpen. Oké. Oh, verrassend. Ja, deze is wel lekker. Wel zoet. Maar deze zou ik nog wel weg kunnen krijgen. Ja, gewoon echt vanille yoghurt. Niks meer, niks minder. Dus ja, merk ook niet van maken. Dan gaan we door naar de bosbes banaan. En hier is geen suiker aan toegevoegd. Zoals jullie kunnen zien. Ik weet niet of je het kan zien. Maar goed, geen suiker toegevoegd dus. Rijk aan eiwit. Lactosevrij. Oh, dat is ook mooi meegenomen. Dus deze valt denk ik beter. Er zit 4,5 gram suiker per 100 gram in. Dus dat is 9 gram per zakje. Dus dat is op zich safe. Want ik kan zelf rond de 12 gram suiker per keer verdragen. Zonder dat ik echt last krijg. Dus ja, dit is wel een goede optie dan. Het is yoghurt, melk, eiwit, fruit, 4% bosbes en 4% banaan, aroma en zoetstof. Sucralose zit erin. Dus ben je geen fan van zoetstoffen, ja, dan zou je deze moeten laten staan. En dit product bevat van nature aanwezige suikers. Oké. Nou, ik zal het verschillen, want net was het een beetje ding. Het is lekker roze kleurtje. Oeh. Mmm. Oh, deze is echt heel lekker. Ja, ik ben fan. Smaakt gewoon naar danoontje. Echt lekker. Nou, beter kan toch niet een eiwitrijk danoontje. Deze is echt heel lekker. Je proeft echt de bosbes. Banaan proef je niet heel erg. Het is voornamelijk bosbessen wat je proeft. Nou, ik ben echt gek op bosbessen. Dus ja, dit is echt een schot in de reus. Ja. Ja, deze gaat door voor de volgende ronde. Dus ja. En dan gaan we door met de framboos granaatappel. En deze is ook lactosevrij, geen toegevoegde suikers, rijk aan eiwit. En hier zit 4,3 gram suiker in per 100 gram. Dus dat is 9,6 gram suiker per zakje, dus dat is ook safe. En eiwit 5,7 gram, dus dat is 11,4 gram per zakje. En hier zit eigenlijk hoeveel eiwit in? 5,7 gram... Oké, dus 11,4 gram eiwit in dit zakje. Dus ze zitten qua eiwit een beetje hetzelfde.
Wat is er nog meer? Yoghurt, melk, eiwit, fruit, 4% framboos, 4% granaatappel. Oké. Ja. Nou, ik kan deze ook even proberen. Ik vind het altijd wel makkelijk om als je onderweg bent of zo en je hebt geen trek in brood of je vindt het even eng om brood te eten, want soms valt brood niet zo heel lekker, om dit dan mee te nemen. En het is ook makkelijk, want je kan hem weer dicht doen. Oké. Deze is ook echt heel lekker. Granaatappel proef ik niet zo, maar het is meer framboos. Ja, ja, deze is ook echt goed te doen. Ik vind de banaan en bosbes vind ik het lekkerst, maar ja, deze is zeker ook, ja, heel goed te doen. Deze twee zijn in ieder geval safe voor mensen met een gastric bypass. Want ja, toch die suikers, hè? Want hier zit best wel veel suiker in, hoor. Dus hier 24 gram is echt tricky. Dus deze zou ik laten staan. Maar ja, die zonder toegevoegde suikers is zeker echt een optie. Ja, het is, wat ik net al zei, het is makkelijk als je onderweg bent en je wil geen brood eten. Of je houdt sowieso niet van brood in de ochtend. Of even tussendoor als je gesport hebt. Dan is dit zeker een hele goede optie. Dus ik zou deze twee echt aanraden. Ze zijn echt heel lekker. Dus ik hoop dat jullie hier weer iets aan gehad hebben. En doe even een duimpje omhoog. En abonneer daar zo. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!